Hoi, ik ben Geraldine Kemper. Ik ben 31 jaar en ik presenteer. En in de ruimte wordt er ook gepoept. Ja, ik heb dus echt heel lang nagedacht over wat ik in de tijdcapsule wil doen. Ik ben echt door mijn huis gaan lopen van wat wil ik meenemen, wat wil ik mensen laten zien in de ruimte. Toen dacht ik, ik wil eigenlijk allemaal kunst laten zien, omdat ik daar heel trots op ben. Nou, dat past niet echt in de capsule. Dus toen dacht ik, oké, wat is nog meer heel erg belangrijk? Het is een beetje symbolisch, maar ik heb dus een flesje meegenomen met daarin iets wat ik ooit van een vriendin heb gehad. En dat is een compliment. Jij maakt het verschil. Ik kreeg het op een moment waarin ik dat heel erg nodig had. En ik vind ergens gewoon het heel belangrijk dat ze ook in de ruimte weten, ja, dat het heel belangrijk is om heel lief voor elkaar te zijn. Ik moet er zelf een beetje van kotsen, maar het is natuurlijk wel waar. Ik vind ongeveer, ja, vrienden is voor mij echt wel het belangrijkste in mijn leven. Dus dit complimentje van een vriendin van mij gaat in de tijdcapsule. Gaat erin. Tepel erop. Ik ga iemand quoten die mij ook heel erg heeft geïnspireerd. En dat is Jeroen van Over Mijn Lijk. Hij werd gevolgd. Hij is doodgegaan. En hij heeft ooit gezegd bij De Wereld Draait Door, we moeten allemaal wat liever zijn voor elkaar. Ik weet niet of dat het de precieze quote is, maar dat raakte mij zo. Ik dacht, oké, als dat iets is wat je aan het einde van je leven tegen andere mensen wil zeggen, we moeten allemaal wat liever zijn voor elkaar, dan denk ik, oké, dat is dan ook gewoon het belangrijkste wat er is. Dus dat complimentje geven, ja, dat is een vorm van heel lief zijn naar elkaar. Nou goed, dit object is natuurlijk een soort van symbolisch. Hè? Ik bedoel, zonder dit flesje met compliment is de wereld ook heel leuk. Als we een beetje lief doen naar elkaar. Dus nou, voor mij is hij wel heel belangrijk. Ik dacht ook ergens nog, ik neem een fotoboek mee. Van oude foto's van mezelf. Maar gewoon meer zo van, waarom neem je dat mee? Dus dat wilde ik dan toch niet. En de kunst dacht ik ook nog. Ik vond het wel echt moeilijk hoor. Want wat neem je nou mee in een tijdcapsule? Wat wil je die mensen daar laten zien? Wat misschien fijn zou zijn als die tijdcapsule helemaal leeg is van elk virus. Dat het gewoon een hele lege capsule is zonder die kutcorona. Ik ben bang dat als we doorgaan met waar we nu mee bezig zijn, dus de wereldbevolking, dat blijft natuurlijk maar groeien, dat het een hele grijze aarde wordt met heel veel bouw, want we moeten al die mensen ook onderdak bieden. Dus heel weinig groen. Daar ben ik heel erg bang voor. Dat uiteindelijk langzaam maar zeker de natuur verdwijnt. Ik denk over 1000 jaar dat er echt nog wel mensen zijn. Ja, al hoor je natuurlijk allemaal van die onderzoekers zeggen dat als we doorgaan met waar we nu mee bezig zijn, dat de wereld niet heel veel lang meer bestaat. Maar ik denk dat we onderschatten hoe sterk de aarde is. En ik denk ergens misschien wel dat de aarde het zelf allemaal oplost. Van oké, dat ze een keer een virus eruit gooien en dat dan langzaam de wereldpopulatie wat minder wordt. Ik denk, geloof ik in aliens? Ik geloof misschien wel in ander leven buiten de aarde. Maar ik denk niet dat ze er zo uitzien. Of zo. Nee. Ergens denk ik dat ze er misschien een beetje hetzelfde uitzien als ons. Als wij, deze mensen. Maar dan of juist nog verder geëvolueerd. Of misschien weer iets terug. Maar dat er wel ja, gelijkenis is. Ik denk dat als ik nu een alien zou tegenkomen op de wereld, ergens dus. Nee, niet dus op de wereld, maar ergens een andere planeet. Ja, ik zou misschien wat dingen vragen. Van oké, hoe heb jij dit opgelost? Loop jij ook tegen problemen aan?
misschien dat we elkaar een beetje kunnen helpen. Dat de wereld niet kapot gaat. Ik denk dus dat uiteindelijk de aarde een beetje leeg is. Omdat we alle stoffen gebruiken die het heeft geproduceerd. Om auto te rijden of om ons huis warm te maken. Dus ik denk dat het op een gegeven moment op is en dat we dan... wat moeten we dan doen? Dan gaan we gewoon langzaam dood. Ik vind het echt prima om misschien nog op een andere planeet te leven. Hoor. Als het er wel een beetje uitziet zoals hier. Ik vind het ook wel echt heel mooi, planeet Aarde. Ik heb echt wel echt momenten gehad dat ik op plekken was dat ik dacht, wow. We wonen toch echt wel op een fucking vette planeet. Mijn ideale planeet zou er wel een stuk groener uitzien. Ik hou toch wel echt van de natuur. Ik hou enorm veel van de bergen. Ik zou veel meer plekken op de wereld maken waar sneeuw ligt. Want ik hou heel erg van snowboarden. Dus ik ben nu wel heel egoïstisch bezig. Het gaat om mijn planeet. Maar ik hou ook van het strand, dus het moet ook strand zijn. Ik hou van duiken, dus het moet ook water zijn. Niet te veel grote steden, dat hoeft voor mij allemaal niet. Al vind ik Amsterdam ook wel heel leuk, maar dat is geen grote stad. Voordat de aarde vergaat, wil ik... Ja jongen, ik moet nog zoveel meer zien van de wereld. Ik wil gewoon nog heel veel reizen. Ik wil gewoon nog veel meer culturen voelen, proeven, zien. Dus ik moet gewoon nog heel veel zien, ja. Je kunt mij volgen, als je dat wil, op Geraldine_Kemper. Dat is Instagram. En je kunt je natuurlijk abonneren en Titty Mac volgen.